Hoi allemaal, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Voor de mensen die me nog niet kennen, ik ben samengevoerd. En ik heb vandaag een van mijn meest best bekeken video's ooit. Namelijk Shein of Shine, Shein, ik zeg al gewoon Shein. Shoplogs, jullie vinden dit geweldig en ik vind het ook geweldig. En aan deze video zit ook een giveaway gekoppeld. Je kan namelijk 100 euro shoptegoed winnen. En wil je weten hoe je dat moet doen, moet je natuurlijk verder kijken. Aan het einde van de video zal ik vertellen hoe je dit zou kunnen winnen. Maar dit is echt geweldig. Ik vind het zo leuk. Ik ben zo excited. En het is een giveaway samen met mijn Instagram. Maar dat vertel ik later allemaal nog wel. Voordat we beginnen met de video, vergeet natuurlijk niet te abonneren. De notificatiebel aan te zetten. En een blauw duimpje omhoog te geven als je zin hebt in de video. En vergeet me ook niet te volgen op Instagram. Dit is gewoon @sarahverwoerd. En ja, hier staat de giveaway dus ook op. Dus wil je de stappen weten, kan je alvast stiekem kijken op Instagram. Ik heb een mega doos. Dit is echt ongelooflijk. Het is echt normaal veel. Echt super veel leuke items. En het is allemaal gerelateerd naar de herfst en back to school. Ja, het zijn geen zomerjurkjes. Maar het zijn vooral gericht op gewoon lekker back to school. En de herfst natuurlijk. Want dat is het natuurlijk aan te komen. Ik ga heel even mijn raam open doen. Want het is hier echt belachelijk heet. Ik kan niet wachten om alvast wat te bestellen op Shein. Kan dat ook met mijn kortingscode. Ik heb namelijk weer een kortingscode geregeld. En dit is 9SARAQ3. Het is een heel dingetje. Maar het staat in de beschrijving. En dan krijg je 50% korting boven minimaal bestelbedrag van 39 euro. Dus ja, vergeet die zeker niet te gebruiken als je wat gaat bestellen. Want het zou natuurlijk zonde zijn als al je korting mislopen. Ik ga in ieder geval de doos openmaken. Het is echt niet normaal. Echt, oh mijn god. Echt, ik ben het nu al kwijt. Ik zie hier bovenop een doos. Laten we daar maar... Ik zie zelfs twee dozen. Hè? Ik kan echt niet herinneren dat ik schoenen heb besteld. Ik dacht... Oh, nou wil je dit ook? Doe mee aan de winactie, want dan kan je dit dus winnen. Even kijken naar de schoenen. Oh my god, ze zijn er wel. Oh my god. Ze zei dat ze er niet meer waren. Oh, dit vind ik geweldig. Ik had deze besteld, maar ze zei dat ze out of order waren. Maar ze zijn er dus wel. En kijk hoe geweldig deze laarsjes zijn. Ik baalde al zo erg. Dit vind ik zo gaaf. Echt, witte laarsjes zijn sowieso echt helemaal weer in. En deze vorm vind ik echt geweldig. Hoe leuk is dit? Echt. Ik ben hier echt... Oké. Ik hoef niet eens mijn kleding te zien. Ik wilde gewoon deze laarsjes. Klaar. Ik ga eens even kijken of ik ze pas. Ik heb een maatje groter genomen. En dit is een goede keus. Nou, ze passen echt perfect. Ik heb namelijk vaker schoenen besteld op Shein. En die had ik gewoon mijn eigen maat gedaan. En die zijn eigenlijk net te krap. Ik heb ze wel eens aan. Maar ze doen wel een beetje pijn aan mijn tenen. Dus tip, bestel maat groter van je schoenen. Ik heb normaal maat 38 en ik heb nu maat 39 gedaan. Ik zal het even laten zien. Kijk hoe leuk. Oh, dit is toch geweldig. Oh, ik hou ervan. Oh, dit vind ik echt fucking leuk. Yay. Oké, dan de volgende. Oh. Ik snap er helemaal niks meer van. Deze zijn er dus ook. Het zijn eigenlijk precies dezelfde laarsjes, maar dan in het slangenleer. Dit is zo leuk voor onder een jurkje of voor onder een rokje of een boekje of een jeans of whatever. Oh, dit vind ik echt hele leuke laarsjes ook. Kijk hoe leuk. Nou, deze zit ook perfect. Ook heel leuk. Kijk hoe leuk. Ja, niet op het jurkje, maar... Oké, nou dit waren in ieder geval echt al twee top dingen. Echt blij mee. Het enige jammer als je in vind ik echt dat alles in plastic is verpakt. Echt. Elk shirt is verpakt in plastic. Terwijl ik denk, jongens, je kon het ook allemaal gewoon één grote plastic zak gooien. Dat vind ik wel echt het nadeel als je in. Maar ja, dat heb je met dat soort websites. Oh ja, dit is een leuk uitgaanstopje. Een body is het eigenlijk. Die ziet er aan de bovenkant zo uit. Ja, dit is een body.
Ik ga even kijken of ik iets van een broekje heb, dat ik dat erbij aan kan. Oké, ik heb de body aan. En oh, dit vind ik super leuk. Dit kan je trouwens ook gewoon in het dagelijks leven aan. Maar ik vind het toch wel wat leuker voor echt een uitgaansstopje te houden. Nou, dit is dus de body. Ik vind bodies altijd heel chill, omdat het dan gewoon lekker strak in je broek zit. Ja, heel leuk. Ik weet niet alle maten uit mijn hoofd. Ik zal alle maten, linkjes, everything, staat in de description. Dus in de beschrijving. Ik zie dat ik heel veel zwart heb. Oh, dit is een broek. Dat is iets wat ik zocht. En normaal bestel ik echt nooit broeken op Shein. Want ik vind het heel lastig. Maar dit was een, ja, een broek die een soort flare is. En ik denk dat dat nog wel goed kan gaan. Deze heeft aan de onderkant een split. Normaal een maat M bij een broek. En ik heb nu een maat L gekozen. En dit had ik niet moeten doen, want hij is een beetje te wijd. Zeg maar zo aan de bovenkant zit er veel te veel ruimte hier. Maar verder al zou je een lang trui eroverheen doen, dan zou je dat dus niet zien. En zou het op zich best kunnen. En die split hier aan de voorkant zit zo. Dat is wel mega leuk. En vooral met laarsjes eronder. Dus hij zit wel lekker. Hij is gewoon heel stretchy. Dus je kan makkelijk een M nemen. Als je normaal een M hebt. Maar ja, dit is gewoon veel te wijd. En dan gaat het zo hangen. Dan heb ik een bontjas besteld. En ja, dit gaat natuurlijk fucking nep zijn. Maar ik wilde het gewoon uittesten. Want ik wil gewoon dingen testen dat je denkt van, is het wel handig om te kopen? En dan kan ik jullie vertellen of het handig is of niet. Het is in ieder geval deze bontjas. Hij ziet er op zich gewoon uit als een mango of een Bershka kwaliteit. Ja, ik vind het eigenlijk wel heel erg leuk. Ik vind dit eigenlijk een superleuke outfit. Veel te heet met die bontjas. Maar hij is wel echt leuk en hij past goed. Ik zal even kijken welke maat ik heb als het erin staat. Oh, ik heb deze in maat M. Ik zou wel echt een maat M nemen, want hij zat best wel strak om mijn schouders. Maar ja, het ziet er gewoon uit als, ja, als een nepbond. En ja, een beetje gewoon Bershka kwaliteit eigenlijk. Dus zo verkeerd is nog niet. En hij was sowieso €140, dat ik weet. Dan hebben we ook nog een andere jas. Ik hou ervan om gewoon een basic shirt met een leuk jasje te combineren. Dat vind ik echt top. Dus ik heb ook dit hele leuke jasje. En dit is een best wel gewaagde kleur. Het is een andere kleur als zwarte fit. Maar dat vond ik er juist wel leuk aan. En ik vind die lila tinten echt mega leuk weer. Deze jasjes zie je overal op Concat Fashion, op Most Wanted. Echt in elke winkel zie ik ze gewoon wel hangen, dit soort jasjes. En Shein heeft ze dus ook. Ja, ik vind het echt top jasjes. Super leuk voor naar school, heel erg leuk voor de herfst. Dit is heel goed te combineren met basic dingen om je outfit toch even, zeg maar, die ene boost te geven die nodig heeft, zeg maar. Ja, dit vind ik echt zo gaaf. Dit vind ik echt heel leuk. Dit zijn echt, ik ben echt vanaf nu toe heel tevreden met al mijn items. Oh, dit kan je even vastmaken. Oh, love it. Ja, ik vind dit echt geweldig. Dit vind ik echt heel leuk. Door met nog een jas. Dan is het klaar met jassen zoals ik beloofd heb. En dit vind ik ook hele leuke jassen voor de herfst. Dit is namelijk zo'n jas. En hier, dit kan je echt over elke outfit heen gooien. En dat vind ik er gewoon zo top aan. Het is een nude beige kleurtje. Dat vind ik ook echt super leuke tinten. Dat zit hier trouwens ook een beetje in. Met leuke knoopjes. Ik zou normaal echt geen jassen bestellen op Shein. Maar ik heb meerdere jasjes. En ik heb ze echt vaak aan. En ik heb het bloedheet in het ding. Dus ik gooi het even uit. Deze jas. Ik ga hem even aandoen. Hij heeft wel gewoon een mooie voering van binnen. Dit staat weer echt meteen weer een stuk classier. Dat andere is meer een soort casual. Dit is wel echt veel classier. Hou ik ook echt heel erg van. Kan ook echt heel leuk te combineren zijn. Love it. Ik ben al nu echt. Dit is denk ik wel echt wel een lekkere warme jas. In ieder geval, ik heb het nu bloed heet. Maar het is wel, dubbele voering. Dus oké. Dan. Ik ben echt zo ontzettend blij met mijn items tot nu toe. Heb ik hier
een super schattig truitje. This is off the shoulder. En ik ben heel benieuwd. Het zag er zo leuk uit op de foto. Ik ga even die dikke jas uitdoen zo weer. Het zag er zo leuk uit. Oh. Ik had die jas ook in maat M. Dus ik heb alle jassen in maat M. Ik ben heel benieuwd hoe goed dit blijft zitten. Want het is natuurlijk heel wijd. Maar ik vind het wel heel, heel schattig. Leuk. Zacht. Oh. Nou jongens, ik weet niet wat het is. Maar echt elk item is zo leuk. Kijk hoe leuk dit nou weer is. Het blijft ook echt goed zitten. Je kan hem hier namelijk ook zeg maar, zo strakker trekken. Dat dit strakker wordt. Of dat hij zo hoger gaat. Dus... ja, dit is toch super leuk. Die mouwtjes zo een beetje wijd uitlopend. Nou, ik vind het echt heel erg leuk. Echt leuk voor de herfst. En zo'n tussentopje wat wel warm is, maar ook weer niet te warm, zeg maar. Nou, wat goed dit. Maar, kijk, wat is dit? Oh, dit is wel nog een jas. Ja, sorry, ik hou echt van jassen. Dit is echt heel leuk jas ook. Ook echt heel leuk voor de herfst. Oh, oh, dit papier en plastic. Dit is zo'n nep leren... oh, dit is met drukkers. Leren jasje. En dit is ook echt top om overal overheen te gooien. Je gooit even dit jasje erover. Hopta. En je outfit is leuk. Nou, ook goede maat. Mouwlengte is goed. Ik denk dat ik deze voornamelijk open zal dragen. Maar ja, ook leuk. Ja, ik heb er echt weinig op te merken deze keer. Omdat hij nog niet is gedragen, heeft hij wel nog veel kreukels. Ik zal even kijken of dat eruit te krijgen is. Want anders loopt het natuurlijk een beetje raar. Maar het heeft natuurlijk heel lang opgevouwen gezeten. Maar echt, ik zweer het jongens. Oprecht, gewoon oprechte mening. Alles wat ik nu toe heb gekregen, zou ik ook echt kopen oprecht. Er is nog niks waarvan ik denk van... dan heb ik een heel leuk shirt. En deze heeft een hele leuke... van Before heeft die Good Vibes Only. En ik hou de laatste echt van die lekkere grote oversized shirts. Echt heerlijk. En aan de achterkant heeft hij echt een hele leuke achterkant. Dit vind ik super leuk op shirts. En dit is zelfs een maat S. Dus het is echt bedoeld dat het zo'n oversized shirt is. Dus die ga ik even wel doen. Oh, dit is, voelt echt zo lekker verkoelend aan al die hete truien en jassen. Ja, dit vind ik echt leuk. Ik vind alles leuk. I know, I'm sorry. Maar zo ziet het er van de achterkant uit. Heel erg leuk. Ja, dit is ook nog een riem. Want ik vind riemen heel leuk. Ik ben heel blij met dit shirt. Heel lekker luchtig. Dat is deze riem. Die ziet er zo uit. En dit vind ik heel leuk om bijvoorbeeld voor een jurkje heen te wikkelen. Ik heb dan nu een groot shirt aan. Maar stel je voor, dit is een... kon je dat zo leuk? Stel je voor, dit is een jurk. Zou je dat leuk zo kunnen doen? Maar ik heb nu niet echt een jurk of iets waarbij ik dit mee kan combineren. En je kan dit natuurlijk ook altijd gewoon als riem om je broek heen gebruiken. Maar ze hebben ook riemen, accessoires, tassen. Ze hebben het allemaal. Ze hebben het allemaal, meid. Leuke riem. Goud, I love goud. Dan. Heb ik dit. Sowieso een body, ja. Dat zie ik al. Oh ja, deze is heel leuk voor het uitgaan. Want ik hou ook van uitgaan, zoals jullie weten. Ik kan natuurlijk niet echt uitgaan, maar bij mij in de buurt kan je hier dus zomaar wel een soort uitgaan. Maar hoe dit dan werkt. Hier je hoofd doorheen moet zo. Ik doe het wel even aan. Oké, dit is het eerste topje waarbij ik denk, dit kan je beter niet kopen. Er zit hier een soort iets en dat zit nu zo over mijn hoofd heen. Maar het zit veel te los, dus ik weet niet of ik het helemaal verkeerd aandoe, waarschijnlijk wel. Ik weet niet of jullie weten hoe dit werkt. Echt, moet je dit zo doen? Of wat moet je ermee? En het zit van achter dan ook heel raar, want dan zit het zo. Dus heeft iemand een idee? Let me know, want anders zou het een super leuk topje zijn. Dan heb ik twee bralette topjes.
Want ik ben echt verliefd op bralettes. Ik heb het alleen maar aan. Ik vind het super chill zitten. Ik heb deze. In het wit. En in het roze krijg je er twee, zeg maar. En ik vind dit super leuk sowieso om als topje te dragen. Of om onder een jasje te doen. Of ja, over je BH gewoon heen aan. Doe ik het ook gewoon. En dit maakt het gewoon extra leuk. En ik heb de andere die ik heb super veel aan. En het zit gewoon lekker. Het zit zoveel lekkerder. Ik vind het altijd gewoon lekker om onder een oversized trui om gewoon een bralette aan te doen. Dus die ga ik even passen. Oké, ik heb nu één topje aan. Ik heb hem even over mijn BH heen gedaan. Heel leuk. Ook heel leuk kleurtje. Ik ga de witte niet aandoen, want het is gewoon precies hetzelfde. Je kan ze ook zonder BH aandoen. Maar ik vind het heel leuk om hier gewoon een jasje of zo overheen te doen. Dan heb ik hier een rokje. En deze. En deze heb ik in maat L ook. Omdat ik heel bang was dat ik er niet zou passen. Maar ik zie nu dat het dus met een rits is. Dus ik denk dat die veel te groot gaat zijn. Oké, nou die rok is echt veel te wijd. Hier aan de bovenkant gewoon veel te wijd. Is het hier gewoon aan de bovenkant veel te ruim. Maar een M had ik ook zeker niet gepast. Want ik heb het echt nodig voor mijn billen. Maar het is echt jammer, want het is echt een leuk rokje. Op zich... Zou het best kunnen. Het zou op zich best kunnen. Maar zit hij wel gewoon een beetje los zo. Maar aan de andere kant, een beetje boeien. Ik vind het wel heel leuk. En ik vind het ook leuk met dit shirt. Dan heb ik nog één. Eén dingetje. Last but not least. En dit zie ik heel veel terugkomen overal. De tie-dye. En dit is eigenlijk gewoon een chill pakje. We hebben natuurlijk online les, ik. Dus ik ben heel veel thuis. Dit is het broekje. En een shirt. En deze, ja, dat tie-dye zie je echt heel veel terugkomen overal. En ik vind het echt super leuk. Dus het voelt ook heel lekker zacht aan. Ik denk dat ik hier echt veel in ga chillen. Dus ik ga het even aandoen. Nou, echt, ik zweer het. Echt heel leuk ook weer. Zit lekker, goede maat. Top broekje, top shirt. Ik vind het shirt gewoon überhaupt wel leuk. Misschien wel gewoon leuk om los te dragen. Het voelt echt heel lekker. Ja, dit was het gewoon alweer. Echt, jongens, ik ben denk ik nog nooit zo blij geweest met een Shein bestelling. Ik heb wel eens vaak dat ik denk van, ja, sommige items heb ik gewoon überhaupt helemaal nooit aangehad. Paste niet goed, zat niet lekker. Maar echt oprecht, behalve naast dat ene topje, ben ik echt heel blij met alles. Ik ben daar echt tevreden over. En dit meen ik gewoon echt serieus. Ik zou dit echt gewoon bestellen, al zou ik het echt moeten kopen. Maar dan zijn we natuurlijk bij het punt aangekomen waar iedereen op wacht. De giveaway. Ik ga het er even bij pakken wat de stappen zijn om het te kunnen winnen. Zoals ik dus zei, kon je 100 euro shoptegoed winnen bij Shein. Er is één winnaar die 100 euro giftcard krijgt. En ja, dan kan je misschien wel een van deze items kopen als ik jou heb geïnspireerd. Maar wil je het alvast bestellen, kan je dat doen met mijn code 9SARAQ3. Oké, wat je moet doen natuurlijk is mij volgen op Instagram. Dit is @SARAVervoerd. En je moet je involgen. Dit is @SHEINOfficial. Staat in de beschrijving. Sowieso staan alle stappen in de beschrijving. Alle stappen staan uitgelegd op mijn Instagram. Maar ik leg het nog even een keer uit. Ook moet je abonneren op mijn YouTube kanaal. Dat kan hier beneden. En een notificatiebel aanzetten. Daarnaast moet je onder mijn Instagram post 3 vriendinnen taggen die van deze winactie moeten weten. Je mag natuurlijk altijd meer taggen, maar je moet minimaal 3 vriendinnen taggen die van deze giveaway af moeten weten. Daarnaast, als je extra kans wil maken, is het belangrijk dat je de foto die ik op mijn Instagram plaats deelt in je verhaal en mij en Shein tagt. Alles wordt gecontroleerd. De winnaar wordt dus op 3 oktober uitgekozen op mijn Instagram om 8 uur 's avonds. Dus ja, volg me. Dat moet ook voor de giveaway. Wil je weten wie er gewonnen heeft? En dan moet je mij een bericht sturen. Ik zal het bekendmaken op mijn verhaal. En ja, heel veel succes. Ik vind het zo leuk. Echt, ik kan gewoon niet wachten om deze video online te gooien. Echt geweldig. Heb je geen Instagram, kan je dus helaas niet meedoen. Het is wel vereist om met deze giveaway Instagram te hebben. Maar ik gok dat eigenlijk bijna iedereen tegenwoordig wel Instagram heeft. Dus dat is denk ik geen probleem. Zoals ik al zei, linkjes staan in de beschrijving, maat staan in de beschrijving. Wil je vast iets bestellen, gebruik dan mijn kortingscode 9SARAQ3. Komt hier beneden wat jij zou bestellen van de items die ik heb uitgekozen. En ja, dan zie ik jullie heel snel weer. Doei doei!